We discovered last time. We hebben de vorige keer ontdekt. That David had a plan. Dat David een plan had. To wipe out Goliath. Om Goliath uit te vagen. Hallelujah. Joseph had a plan. Jozef had een plan. To rescue Egypt. Om Egypte te redden. And also. En ook. To help his family. Om zijn familie te helpen. Paul had a plan. Paulus had een plan. To preach the gospel. Om het evangelie te prediken. The book of Revelation. Het boek van Openbaring. Speaks of God's plan. Spreekt van Gods plan. For the future. Voor de toekomst. So anytime you are reading the book of Revelation. Dus iedere keer als u het boek van Openbaring leest. He's telling you about the things that are still to come. Dan vertelt het u over de dingen die nog zullen komen. So the things that are about to happen. Dus de dingen die op punt staan te gebeuren. Is not a news for God. Zijn geen nieuwtje voor God. Okay. Now. I know when we talk about planning. En ik weet dat als we het hebben over planning. Most of the time. Dat meestal. People just sit and make their plans and say I have a plan. Mensen gewoon hun plannen maken en zeggen ja ik heb well, een plan. That's not the kind of plan I'm talking about. Maar dat is dus niet het soort plan maken waar ik het hier over heb. I'm talking planning with God. Ik heb het over het plannen met God. If God said the thoughts and the plans that I have for you they are of good and not of evil, that means you have to follow that plan. En dat betekent dus als God zegt, de gedachten en plannen die ik met u voor heb, zijn van heil en niet van kwaad. Dat betekent dus dat hij een plan heeft en dat u daarin moet volgen. Because today I'll be touching the importance of planning. Want vandaag ga ik het belang van plannen aanraken. Hallelujah. I would love us today to open to Isaiah 30. En ik wil dat we vandaag gaan naar Jesaja 30. Verse 1 to 3. Vers 1 tot en met 3. Woe to rebellious children, said the Lord, that take counsel not by me, that cover with covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. Continue. That walk to go down into Egypt, and have not asked at my mouth, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. Verse 3. Therefore, shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust in the shadow of Egypt your confusion. We put God's word. We gaan God's word bekijken. So that you understand what is going on. Zodat u ook begrijpt wat er aan de hand is. These are people that make their own plans without God. Dit zijn de mensen die hun eigen plannen maken zonder God. You are a child of God. Je bent een kind van God. But when you are planning, God is not in it. Maar wanneer jij plant, zit God daar helemaal niet in. You have a birthday party. Je hebt een verjaardagsfeestje. You didn't ask God. Je hebt God niet eens gevraagd. How he would like it to go. Of hij wil. Hoe hij wil dat het zal gaan. The Lord declared how horrible it would be for those rebellious children. They carry out plans, but not mine. Their own plans. Ze maken plannen, maar niet de mijne. Hun they eigen plannen. They make alliances against my will. They pile sin on top of sin. Continue. They go to Egypt without asking me. Many believers are like that. Veel gelovigen die zijn zo. They do things without seeking God. Ze doen dingen zonder God eerst voor hebben te gezocht. Then when it doesn't work. En als het dan eens niet werkt. They turn to God. Dan pas keren ze naar God toe. They turn to God. Ze keren dan naar God toe. And they say, I don't know why my life is like this. Ja, of course. Ik weet niet waarom mijn leven zo is. It started in the beginning. Het is al vanaf het begin begonnen. When you were planning, where was God? Toen jij dat plan maakte, waar was God toen? Where was God? Waar was God? When you took a job. Toen je baan aannam. And it was 70 hours. En dat het 70 uur. Where did you put God? Was. En waar heb jij God daarin geplaatst? Today, if you permit me, vandaag als u mij toestaat, I will drop you one key of success. Zal ik u één sleutel van succes geven. One. Eentje.
You see, ziet u? There is a difference between a person with information and a person without it. Er is een verschil tussen een persoon met informatie en de persoon die dat niet heeft. A person without information applies 60 times his strength to achieve a result more than somebody with information. En een persoon zonder informatie zal 60 keer meer inspanning moeten leveren dan de persoon die wel de informatie heeft. When you see two people in life, als je twee mensen in dit leven one ziet, is succeeding, de ene is succesvol en de ander die mislukt, because one has an information which the other don't. Is het omdat de ene informatie heeft wat de andere niet heeft. They may even be doing the same business. Ze kunnen misschien zelfs hetzelfde bedrijf hebben. Let me call it rice business. Laat me het noemen reisbedrijverij. For one, en voor de ene, he is struggling, worstelt hij, to succeed, om succesvol with te the zijn, rice business. Met die rice, but the other, the same rice, basmati andere, rice, the same rice, dezelfde rijst, basmati rice, ook dezelfde rijst. But if you check, maar als je kijkt, the both of them, beide van ze, something was different, was er iets anders. When they started business, toen ze begonnen met het bedrijf, one took his time to research, nam de ene de tijd om onderzoek te doen. To understand certain things. Om eerst bepaalde dingen te kunnen begrijpen. One understood target market. En de ene wist wat zijn doelgroep was. When the market is changing. En wanneer de markt dus verandert. Understood also times and seasons. En die begreep ook de tijden en seizoenen. The other one just said, I'm a businessman. En die andere zegt, ja, ik ben gewoon een zakenman. So what happened? Dus wat gebeurt the er dan? One that did his research. Degene die onderzoek heeft gedaan, very well. Heeft het goed gepland. And while he was planning, en terwijl hij aan het plannen he was, was planning with his maker. Plande hij met zijn maker. It's like how the Bible says. Net als hoe de Bijbel zegt. The church, de kerk, is built, is gebouwd, on the foundation, op het fundament, of the apostles and the prophets, van de apostelen en profeten. So, dus, when you are in a church, als je in een kerk bent, where the foundation is not built on these two group of people. Wanneer het fundament niet gebouwd is op deze twee groep mensen. It will never stand. Zal het nooit because kunnen staan. That is not God's plan. Want dat is dan namelijk niet Gods plan. Simple. Zo simpel is het. So you started well. Dus je bent wel goed begonnen. But you end up. Maar uiteindelijk. The thing end up collapsing. Eindigt het met instorting. The foundation was wrong. Dat was omdat het fundament verkeerd was. You didn't follow plan. U heeft het plan niet gevolgd. You follow your own idea because they use God used you one day to heal somebody. So you think you have to open a church. Maar u heeft uw eigen plan gevolgd, want ja, God heeft u op een dag gebruikt om genezing te geven en nu in één keer open je jezelf je eigen kerk. Are you getting this? Begrijpt u dit? So. Put my text. You see this year, I'm done with many things. En dit jaar ben ik klaar met heel veel dingen. Even in your fasting. Zelfs in uw vasten. You get tired because in the midst of the fasting you are busy with things you were not supposed to. Raakt u vermoeid omdat u bezig was met dingen waar u niet bezig moet zijn. And then you get carnal. En dan word je vervolgens vleeselijk. But what was the purpose of the fasting? Maar wat was het doel van het vasten? It's to deal with carnality, then you are carnal in fasting. Om af te rekenen met die vleeselijkheid, maar je bent vleeselijk tijdens het vasten. Hey. Call people on the phone. Je zit de hele tijd maar mensen irrelevant conversation. Irrelevant engage in the internet. Gesprekken. Je zit de hele tijd op internet. You are not supposed. Praat over dingen waar je niet over hoort te praten. Well, another day. Maar een andere dag. Vers 2. You see, church is not just going to fall under the power. Ziet u, de kerk gaat niet zomaar that is onder one de kracht part vallen. To that. I don't have any problem about it. But you see. Sometimes you can appear foolish, falling under the power and doing anything after that. Because I thought when you fell under the power, when you stood up, you have gained insight to change your direction. En onder de kracht vallen is allemaal wel leuk, maar als je onder de kracht valt en er is geen enkele verandering van richting, heeft het ook helemaal geen zin. Dat is gewoon dwaas. Watch this. They go to Egypt without asking me. They look for shelter under Pharaoh, to Pharaoh's protection. Look for refuge in Egypt's shadow. Verse 3. But Pharaoh's protection will be their shame. Why?
That was in God's plan. Waarom? Dat was niet Gods plan. And the refuge of Egypt's shadow will be their disgrace. Why? That is not God's plan. Whenever you have a plan as a child of God, without God, it will end up in confusion. En wanneer je een plan hebt van, en het is niet van God, dan zal het eindigen in verwarring. It will end up in confusion. Dan zal het eindigen in verwarring. That's why many people are confused. En daarom zijn ook heel veel mensen verward. They say, I tried to do this thing, zeggen, it doesn't work. Ik heb het geprobeerd, maar het werkt niet. I arranged this, it doesn't work. Dit heb ik geregeld, het werkt I niet. I am always tired. Ik ben altijd maar moe. Of course you will. Tuurlijk ga je er moe van worden dan. Of course. Tuurlijk. Your pastor is not superhuman. Je voorganger is niet een of andere supermens. I'm not superhuman with the sense of saying. Ik ben niet supermens in de zin. Naturally speaking, so I'm communicating to you. Natuurlijk gesproken. But I plan my life with God. I know what I want to accomplish in a day. Maar ik plan mijn leven met God. Ik weet wat ik binnen een dag wil bereiken. When I notice certain conversations are not interesting, I don't talk about it. En wanneer ik zie dat bepaalde gesprekken niet interessant zijn, dan ga ik er ook niet over praten. Also, I don't engage myself in the things that takes my energy uselessly. I don't have time for that. En ik ga ook niet nutteloos mijn tijd laten verspillen. Daar heb ik geen tijd voor. I must always be fit. Ik moet altijd fit zijn. When God needs me. Wanneer God me nodig heeft. It's not the time that God needs me. I'm saying I'm tired. En het is niet dat de tijd dat God me dan nodig heeft dat ik dan pas ga zeggen van ja, ik ben moe. Then I have not been planning with him. Want dan heb ik niet met hem gepland. I have been having my own plans. Dan heb ik mijn eigen plannen erop nagehouden. And now, whenever you are functioning with your own plans. Want wanneer je functioneert met je eigen plan. You will be feeling that you are always oppressed. Zult het voelen alsof je altijd maar verdrukt wordt. There is no God in it. Want er zit namelijk helemaal geen God in. Yes, the guy came on your path. Ja, die man is op je pad gekomen. Did you ask God? Maar heb je God gevraagd? Are you sure? Weet u het wel zeker? What next? Wat is het volgende? Now you start to do chatting in the corner. En nu begin je de hele tijd in het hoekje te chatten. You want to know each other by force. En wil je elkaar nu in één keer noodgedwongen gaan leren Before kennen? You know. Voordat je het weet you dus, get yourself involved in sex. Raak je dus betrokken in seks. You ruin. En dan verspil je, ruïneer something je. That was beautiful. Iets wat juist zo mooi was. Because you did not involve God. Omdat je God er niet eens bij betrokken hebt. You destroy your own destiny. Je hebt je eigen toekomst vernietigd. Because you didn't have God's plan for it. Omdat jij Gods plan niet ervoor had. Now watch this. Nu kijk dit. Psalm 127 says. Psalm 127 zegt. If the Lord does not build the house, it is useless for the builders to work on it. If the Lord does not protect a city, it is useless for the guard to stay alert. It is useless. Dan is het te vergeefs. Put for me King James. Except the Lord builds the house, they that labor, they labor in vain that build it. Why? What does it mean by unless or except the Lord build the house? Wat betekent het tenzij de Heer bouwt? That means God has a plan for everything that concerns you. To succeed. En dat betekent dus dat God altijd een plan heeft voor jou om succesvol te zijn. That's why you must learn to involve him in everything you do. En daarom moet u leren hem te betrekken bij alles, in alles wat u doet. Don't just go get a job. Ga niet zomaar een baan nemen. 70 hours. Wat 70 uur lang Yay! Is. Ja, en dan zit je te juichen. How is the salary? Hoe is het salaris? A lot of money. Heel veel geld. Ja, joepie. But you didn't even ask God. Maar je hebt God niet eens gevraagd. Is this what you want for me? Is dit wel wat u wil voor mij? What if the 70 hours job is what will give you stroke? Wat als die 70 uur durende baan je een beroerte gaat geven dan? Is what will cause you to die prematurely. En wat dus voor zorgt dat je vroegtijdig sterft?
Don't just shout because you saw money. Ga niet zomaar juichen als je geld ziet. You may be signing your death sentence. Want je kan gewoon wel je doodscontract tekenen daarmee. It may be a contract, but it is your death sentence. Het mag misschien een contract zijn, maar het is je doodsverklaring. And you may not even know it. En u mag het misschien niet eens you weten. You may get used to doing the wrong thing, and the day you are dying slowly without knowing. En je mag misschien gewend raken om dan het verkeerde te doen, maar die dag ben je gewoon langzaam aan het sterven. I know somebody that took a job. En ik ken iemand die een baan had aangenomen. Salary is good. En het salaris was goed. The person called me. En die persoon die belde me. I said that's not a job for you. En ik zei, maar dat is niet de baan voor u. Don't do it. Doe het dus niet. But what happened? Maar wat gebeurde er? The person looked at the money. Die persoon had naar het geld gekeken. Jump into it. En ging toch die baan aannemen. The family became a living hell. Maar het werd één levende hel in die familie. Then there was a witch in the job. En toen was er ook nog eens een keer een heks daar Jesus bij die baan. Christ. A girl, but she's an entity. Een dame, maar het was gewoon een entiteit. She frustrated everything about this guy until he lost the job. En ze frustreerde alles aan die man totdat hij heel die baan verloor. He had two opportunities. Hij had twee kansen. I told him to choose the other one. Ik had tegen hem gezegd, kies voor die andere. He chose the one with money. Nee, maar hij koos voor degene met geld. It cost his family. Maar dat heeft hem zijn hele familie gekost. Why? Waarom? You don't follow God's plan. Omdat jij Gods plan niet volgt. You live in your own method. Je leeft in je eigen methodes. But one of these days, maar één van deze dagen, because it is your plan, omdat het jouw plan is, it will come. You will discover that the thing is crashing. It is collapsing. Ontdekken dat alles instort. Now watch this. Nu kijk dit. Unless the Lord builds, tenzij de Heer bouwt, they labor in vain that builds it. Bouwen ze te vergeefs. Except the Lord keep the city. That means even prayer warriors can be praying in vain. En dat betekent dat zelfs de gebedstrijders kunnen te vergeefs kunnen bidden. Without God's plan. Zonder Gods plan te hebben. You can be standing on your feet. You can be all night praying, but in vain. Je kunt heel de nacht door bidden, gewoon te vergeefs. You can even be fasting in vain. Je kunt zelfs te vergeefs vasten. No plan. Zonder plan te hebben. So when you see me say, dus als u mij ziet zeggen, God told me, come in the morning. God heeft gezegd, kom 's ochtends. Come in the evening. Kom in de avond. That is what he blesses. Dan is dat dus wat hij zegt. Try your own, it will not work. Probeer maar je eigen ding, dat gaat dus niet werken. It's what he says. He did not say it will be comfortable. He told you something. Maar het zit hem in wat hij zegt. Dat wil niet zeggen dat het comfortabel zal zijn, maar heeft u iets gezegd? Planning is not the absence of challenge. Want plannen is niet de afwezigheid van uitdagingen. Don't think when you plan, you will not have challenges. Denk niet dat als je plant, dat je geen uitdagingen the hebt. The challenges in the plan is what make the plan to succeed. Kortom, de uitdagingen binnen het plan zorgen ervoor dat het plan slaagt. It become your stepping stone for promotion. Dat wordt dan juist je stapsteen voor je promotie. Because when you plan with God, want wanneer je plant met God, and you face obstacles, en je obstakels you always draw back to him for him to tell you what is next. Zul je altijd weer naar hem terugkeren om te vragen aan hem wat is de volgende stap? Planning with God, met God, makes your worship with him. Maakt uw aanbidding met hem powerful, zo krachtig. Like we are coming to church. Net als dat we naar de kerk komen. 5 a.m. Om 5 uur in de ochtend. 5 p.m. En 5 uur in de middag. God knows. God weet. They have a plan. Dat er een plan hebben. They are coming. En ze komen. Morning prayer. Het ochtendgebed. Evening prayer. Avondgebed. He is already here waiting. Hij is hier dan al aan het wachten. To bless. Om te zegenen. But we did not have a plan. Maar als wij geen plan I said 21 day fast. Ik zeg 21 daagse vast. We didn't show up yet. En we kwamen some hier of you niet. Will be killing one another at home. Zouden jullie elkaar thuis al hebben uitgemoord? You will not even pray. Je zou niet eens hebben gebeden. You'll be looking at the clock. Je zou precies naar de klok hebben gekeken. When is 4 o'clock coming? Wanneer is het 4 uur? As if somebody is punishing you. Alsof iemand je aan het straffen is. If you have that mentality, when is 4 o'clock coming? Just eat. Als je die mentaliteit hebt van oh, wanneer is het na 4 uur, kan je beter gewoon eten. God had not fasting anymore. Want dat is helemaal geen vaste meer. You're just dealing with your lust for food. Dan heb je gewoon te maken met je lust naar eten. It's very simple. Het is heel simpel. Are you getting this? Begrijpt u dit?
So it's good to plan. Dus het is goed om te plannen. When Elisha, toen Elisa wanted to help, wilde helpen, the woman, die vrouw, whom the husband died, van wie haar echtgenoot was gestorven, and left her with a debt, en haar achter had gelaten met een schuld. The first thing he did, het eerste wat hij toen deed, he gave her a plan. Was dat hij haar een plan gaf. A plan for God to fill the bottles. Een plan voor God om die kruiken te vullen. She received first a plan. Ze ontving eerst een plan. Because though God wanted to bless her, want ook al wilde God haar zegenen, she wasn't prepared for the blessing. Was ze niet voorbereid voor de zegen. So Elijah said, dus Elisha zei, go borrow vessels. Ga vaten lenen. Have a plan. Heb een plan. Have a plan. Heb een plan. Now if she didn't do that, nu als ze dat dus niet had gedaan, the bottles will never be filled. Zouden die flessen nooit gevuld zijn geweest. She will never experience the miracle. En zou ze nooit het wonder hebben ervaren. Are you getting it? Begrijpt u dit? You need a plan. U heeft dus een plan nodig. To succeed. Om te kunnen slagen. School is starting. De school begint. What is your plan? Wat is nu uw plan? Do you have one? Heeft u een plan? Some of you are still working with the plan of your business for last year. Sommigen van jullie werken nog steeds door met het plan so voor uw bedrijf van vorig jaar. Dus ik heb een vraag voor so u. The economy did not change. Dus is de economie niet veranderd dan? The market also didn't change. Is de markt ook niet veranderd dan? Your problem is you are lazy. Maar het probleem van u is dat u gewoon lui bent. Lazy. U bent lui. You don't like to do research. Je houdt er niet van om onderzoek te plegen. You don't go back to check. Je gaat niet terug om te controleren. Last year. Okay, vorig jaar. This is how much I make. Dit is hoeveel ik heb verdiend. Why did I make this? Waarom amount? Heb ik dit bedrag zo What verdiend? Can I do better this year which I didn't do last year? Wat kan ik dit jaar beter doen wat ik vorig jaar niet heb gedaan? How is my network? Hoe zit het met mijn netwerk? Are there some people around me that did not really perform very well which I must shift? So that the productivity level is more better than last year. Zijn er bepaalde mensen in mijn netwerk die er zijn die niet voor genoeg productiviteit hebben gezorgd, zodat ik ze moet laten gaan en dat volgend jaar beter kan gaan? When you don't plan, you can't evaluate. Als je namelijk niet plant, kan je ook geen evaluatie opmaken. You can't even be responsible without planning. Want je kan dan niet eens verantwoordelijk zijn als je niet plant. When you don't plan, you don't even know whether you are succeeding or failing. Want als je niet plant, ga je niet eens weten of je succesvol bent of Going je... to church is not just coming to say amen. Have a plan. En naar de kerk komen is niet gewoon zeggen van oh ja, ik ga naar de kerk. Nee, zorg dat je een plan hebt. Don't just come and say amen. Kom niet alleen maar te zeggen om amen te zeggen. Halleluja. Glory, 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 glory. Last year, glory. Yeah. This year, glory. God is waiting for you. Do you have a plan? Dit jaar glory, vorig jaar glory. En God wacht op jou. Heb je een plan? God wanted to bless this lady. God wilde deze dame zegenen. And that is it. En dat was het. What hinders God from blessing his children is they don't have a plan. En wat God hindert van zijn volk te zegenen is omdat ze geen plan hebben. They don't have a plan. Ze hebben geen plan. If he blesses you now. Als hij u nu zegent. What is your plan? Wat is dan uw plan? Financial breakthrough to do what? Financiële doorbraak om wat mee te doen? He is giving you a husband to do what? Hij geeft u een echtgenoot om wat mee te doen. You don't even know how to wash your underwear, then a husband. Je weet niet eens je eigen ondergoed te wassen en dan wil je een echtgenoot. So you see. Dus ziet u. People just think. Mensen denken gewoon. Marriage is sex. Dat het huwelijk seks inhoudt. Ah! Who told you that? Wie heeft u dat gezegd? Who told you? Wie heeft u dat gezegd? No plan. Geen plan. You even married a guy. What is your added value in his life? Je gaat zelfs trouwen met die jongen, maar wat is jouw toegevoegde waarde in zijn leven? He'll be eating your beautiful face. Denk je dat hij je mooie gezichtje gaat opeten? You're beautiful. You're beautiful. Ja, je bent zo Beauty mooi. Beauty without nothing in your head is foolishness. Hey, schoonheid zonder niet in je hoofd is gewoon dwaasheid. Nobody is wasting its time with that. Want niemand gaat zijn tijd eraf When the Bible says a prudent wife is from the Lord, it's talking about a woman with practical wisdom. How did she get it? Then she was a student. Mm. She learned. She planned. She knew what to do. She didn't just appear one day and say, I'm a wife.
En wanneer de Bijbel spreekt over een wijze vrouw, dan betekent dat een vrouw die dus praktische wijsheid beoefent en dus een student is geweest. En ze is niet zomaar daar gekomen. Ze heeft daarvoor moeite gedaan. Ze heeft daarvoor onderzoek gepleegd. Ze is daarvoor naar de Heer gegaan. The last time that I checked. De vorige keer dat ik heb gekeken. You want to marry. Ja, je wil zo graag trouwen. You are so materialistic. Maar je bent zo materialistisch. Then you will destroy your husband. Dan ga je echtgenoot vernietigen. You will eat the savings in one day. Dan ga je al dat spaargeld in een dag opeten. Because everything you see, you want to have. Want alles wat je ziet, wil je maar kopen. Louis Vuitton. Louis Vuitton. You have it. Dat wil je hebben. You didn't even finish wearing it. Jij bent niet eens klaar met het dragen. You said the latest came out. En dan wil je de nieuwste alweer hebben. Ja. And then it has become your new mirror in the morning. En dat is je nieuwe spiegel geworden. Because of that you're even late for church. Want vanwege dat ben je zelfs te laat voor de kerk. Want je weet niet van tussen welke je moet kiezen. So watch this. Dus kijk dit. You need a plan. Je hebt een plan nodig. I say you need a. Ik zeg, je hebt een plan nodig. You need a plan. Je hebt een plan nodig. Watch this. Let op. Proverbs 15 verse 22 says. Spreuken 15 vers 22 zegt. Put it for me. Without counsel, purposes are disappointed. In other words, it's talking about people that plan without God. Met andere woorden, het spreekt van de mensen die plannen zonder God. But in the multitude of counselors, they are established. They are. Komt het nodige tot stand? Proverbs 16. Spreuken 16. 3. Vers 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. So the planning that you claim you have, did you trust God with the plan? Dus het plannen wat je zegt dat je hebt gedaan, heb je God ook dat plan toevertrouwd? Sometimes people say something, then they come to spiritual people, they say, no, take this one out. Take this. You got angry. Because they see what you don't see. En soms kom je met je plannen naar geestelijke mensen toe. En dan halen ze bepaalde dingen eruit. En dan word je boos. Maar dat is omdat zij dingen zien die jij dus niet ziet. Vers 9. Vers 9. A man's heart deviseth his way. But the Lord directed his steps. So God plan how you walk. Dus God die plant hoe jij moet wandelen. Look at Proverbs 24. Laten we kijken naar Spreuken 24. Vers 3 tot 4. Vers 3 tot 4. True wisdom and a house. True wisdom is an house builded. And by understanding, don't push it. Wisdom. Wijsheid. Understanding. Inzicht. Are two different things. Zijn twee verschillende dingen. Only when you have the right information. Alleen wanneer je de juiste informatie hebt. Then what you are doing can be established. Dan kan pas wat je doet gegrondvest worden. Because if you don't understand something, want als je iets niet begrijpt, you can never act in that direction. Kun je ook niet handelen in die richting. Vers 4. Vers 4. And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. This is only for planners. En dit is alleen maar voor de planners. Because when you begin to plan, want wanneer je begint te plannen, God will give you the information you need. Zal God u de informatie geven die u nodig you heeft. Will gain knowledge. En dan zult u kennis verkrijgen. But what you don't know, maar wat u niet you weet, are already building your world. Is dat u dan al uw wereld bouwt. Never you think God has a favorite. Denk nooit dat God een favoriet heeft. We all, he loves us. Wij allen, God houdt van ons. The same. Allemaal gelijk.
But the difference between you. Maar het verschil tussen u and the other person, en die andere persoon is, that you don't have a plan. Is dat u geen plan heeft. So what do you want God to bless then? Dus wat wilt u dan dat God zegent? What do you want him to bless? Wat wilt u dan dat hij zegent? Today I want to give you importance of planning and of having a purpose. Vandaag wil ik u het belang meegeven van een planning te hebben en een doel te hebben. 1. It provides you with direction. Het voorziet u van richting. When you have a specific purpose or plan. Wanneer u een specifiek doel of plan heeft. When you have a purpose. Wanneer u een doel heeft. And then you make plans to accomplish it. En dan maakt u plannen ervoor om het te bereiken. Then you can lead others. Dan kun je dus aan anderen leiding geven. It gives you direction. Want dat geeft u richting. How many of you remember? Hoeveel Paul writing one of his letters. Dat Paulus in een van zijn brieven schreef. He said, imitate me as I imitate Christ. Dan zei hij, imiteer mij zoals ik, volg mij zoals ik Christus volg. Ephesians 5. Ephesians 5. Vers 1. Vers 1. To 2. Tot 2. Let's look at it. Be ye therefore followers of God as dear children. Vers 2. Vers 2. And walk in love. As Christ also had loved us and had given himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savour. What was Paul teaching us? Wat leerde Paulus ons hiermee? Follow the example of Christ. Dat we het voorbeeld van Christus moeten navolgen. Follow his plan. Volg zijn plan op. If you must succeed. Als u succesvol wilt zijn. If you don't succeed, if you are not succeeding. En als u dus niet slaagt. There is something that is there. Dan is er iets wat er daar is. Confusion. Verwarring. 1 Corinthians 14, verse 33 says. 1 Corinthians 14, vers 33 zegt. That God is not the author of confusion. Anyways, put the scripture down on the board. God is niet de beginner van verwarring. Are we there? Somebody read it if you are there. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Watch this. When you have the plan, when you have a plan, wanneer u een plan heeft, which is born out of God, geboren is uit God, you will experience peace. Dan zul je vrede ervaren. But when you don't have a plan, maar wanneer je geen plan that hebt, is born out of God, wat geboren is uit God, confusion is inevitable. Dan is verwarring onvermijdelijk. That's why many people go to church, they still feel confused. Daarom gaan heel veel mensen naar de kerk en die voelen zich nog steeds verward. I know. Many people say, no, this is not spiritual. As many as are led by the Spirit. And ik weet het veel. Okay, the Holy Ghost doesn't have a plan. We'll get there, don't worry. By the time I'm done with you, you will slap all that confusion that they told you. En tegen die tijd dat ik klaar met je ben, zal al die verwarring weggeklapt worden. Dus God heeft geen plan. What do you even mean by God doesn't have a plan? Wat bedoel je dat God geen plan heeft dan? Why did he say lay hands on the sick? Waarom zegt hij dan, leg de zieke de handen op en ze zullen genezen? That is his plan. Dat is toch zijn plan? Until you do it. Totdat je het doet. Nothing will happen. Zal er niets gebeuren. So watch this. Dus kijk dit. Point number two. Punt 2. It permits you to make proper decisions. Het staat u toe om juiste beslissingen te maken. The first point. Het eerste punt. It gives you direction. Is dat het u richting geeft. The second point. Het tweede punt. It permits you is dat het u toestaat to make proper decisions. Om de juiste beslissingen te maken. Now watch this. Nu kijk dit. Why is decision important? Waarom is beslissingen maken belangrijk? Decision beslissing determines stelt vast your destination. Wat uw bestemming is. I will say it again. Decision een beslissing determines stelt vast your destination. Uw bestemming. When you can make a decision, wanneer je geen beslissing kan maken, you will end up making a decision, another kind of decision that will work against you. Zul je uiteindelijk een beslissing maken die je tegenwerkt. Everybody on earth,
Iedereen op aarde make decisions. Maakt beslissingen. But the reason why the decision of one succeeds and the decision of the other doesn't succeed is because one planned to make his decision, the other one just makes decision based on the things that come. En de reden, iedereen maakt beslissingen hier op aarde. De ene besluit om het juist te doen en de andere heeft dus gepland. En de ander die maakt beslissing, maar die had geen enkel plan en daarom faalt hij. There was no plan. Omdat er namelijk geen plan was. That is why. En daarom. The decision of one succeeds and the other fails. Dat de beslissing van de ene slaagt en die van de ander die mislukt. A great example. Een geweldig voorbeeld hiervan. Salvation. Redding bijvoorbeeld. Did I give you the first example for the first point? Heb ik u het eerste voorbeeld voor het eerste punt al meegegeven? Direction. Dat is richting. I gave you Jesus. En daar heb ik u Jezus meegegeven. Let me give you another one. Laat me u een andere geven. Romans. Romeinen. 10. Vers 9. Tot 10. It's a popular scripture. En het is een heel populair schriftgedeelte. That is what we have in our flyers. Dat is wat er staat op onze flyers. That if thou shalt confess with thy mouth, Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. And with the heart, man believeth. I'm in verse 10. En ik ben nu in vers 10. For with the heart, man believeth unto righteousness. And with the mouth, confession is made unto salvation. Now watch me. Nu, kijk naar mij. I came to you, I preached the gospel. Ik ben er toe gekomen om het evangelie te prediken. But preaching doesn't mean you are saved. Maar prediken alleen betekent nog niet dat je gered bent. You must decide. Je moet de beslissing maken. Why did I preach? Waarom heb ik gepredikt? I gave you God's plan. Omdat ik je daarmee Gods plan heb gegeven. For salvation. Voor redding. But you see, maar ziet u. For your destination or your destiny to change, voor je bestemming of toekomst te veranderen. Or for you to start living, of voor u om te kunnen leven. You must moet u eerst. Accepteren. The plan of God, het plan van God. For your life, voor uw leven. And until you accept it, en pas totdat u dit accepteert, your destiny will never change. Zal uw bestemming niet veranderen. That has to do with the decision you make. En dat heeft dus te maken met de beslissing die u maakt. It is not God's problem. Het is niet Gods probleem. It's not pastor's het is niet pastor's probleem. It is your problem. Maar dat is uw probleem. So sometimes people blame people for failing, but the truth is they already failed before they start to blame people. Dus de waarheid is, mensen geven andere mensen de schuld dat zij falen, maar de waarheid is dat ze hebben gefaald voordat het begon. You marry somebody. Je trouwt met iemand. It didn't work. Het werkte niet. You blame the pastor. Jij geeft de voorganger de schuld. You already knew from day one something was wrong. Je wist toch al vanaf dag 1 dat er iets mis was? Did pastor force the wedding ring in your hands? Heeft de voorganger die huwelijksring op je hand gezet? Did pastor force your mouth to say yes, I do? Heeft de voorganger je mond geforceerd om te zeggen dat ja, ik wil? You have a mouth. Jij hebt toch die mond? You are the one that put the wedding ring. U bent toch degene die die trouwring heeft omgeschoven? Some people stood one day before me. Sommige mensen die stonden een keertje voor me. We even had counseling. En we hebben zelfs counseling met ze I gehad. Told them, en ik zei nog tegen I ze. Saw this lady. Ik heb dat gezien hiding dat deze dame zich verstopte onder de tafel. I told them. Ik heb het ze verteld. Yet they told me. En toch zeiden ze me. We are in love. Ja, maar we zijn zo verliefd. I said, oh yeah? Ik zei, oh ja. I look at the lady. Ik keek naar die dame. Do you love the guy? Hou je van hem? Ja. Ja. This was a girl that was already sleeping. Where she was having sex where she was working. En dit was een dame die al waar ze werkte al met mensen naar bed ging. They stood here. En ze stonden hier. I said, church. Als kerk. Did you hear it? Ik zei tegen de kerk, heeft u het gehoord? Zij hebben gezegd dat God heeft gesproken. Maar het duurde nog niet eens 2 weken. Why? Waarom? Today is the first day that I go out. Because most of the time people blame me. But they don't understand that I'm not that kind of a pastor. I told them, my wife was there. Mijn vrouw was were daar. You there?
I told them, en ik zei I saw this lady hiding under the table. Ik heb gezien dat ze zich onder de tafel stopte. In the spirit, she's hiding something. Dus in de geest verbergt ze iets. The guy didn't want to listen. Maar die man wilde niet luisteren. And the lady was just laughing. En die dame die lachte gewoon. Then at the end of the day, en uiteindelijk they blamed the pastor. Gaven ze het nu de voorganger foolish de schuld. People. Until today, dwaze mensen tot de dag I van vandaag not to answer any of them. Heb ik ervoor gekozen om ze allebei niet te antwoorden. Yeah, they're married too early. Ja, ze zijn te vroeg getrouwd. Did I make the decision? Heb ik die beslissing voor ze gemaakt? Sometimes, you see, people don't know that pastors, when they call you a pastor, you just control yourself a lot talking to people. Hey. And sometimes, you choose not to answer them. And sometimes, they even think they can advise you. So God said, don't even answer a fool. Don't be like them. En als voorganger, dan ben je zo voorzichtig met de dingen die je zegt en God zegt, antwoord ze niet, weet niet wat hun. En te midden daarvan moet ik nog steeds dan ook nog eens een keer mijn hart bewaken. Hè? I hear their gossip. En hun geroddel aanhouden. En horen wat ze zeggen. The pastor. En nog somebody steeds. Even called me on the phone one day. I said, I think it was too early. Ja, iemand belde me en zei, ja, maar ik denk dat het te vroeg was. En de Heer zei, antwoord die persoon niet. Drop the phone. Leg de telefoon neer. Tell the person I understand. En zeg tegen de persoon, ja, ik begrijp je. Today I don't even know why it came out of my mouth. Vandaag de dag weet ik niet eens waarom dit uit mijn mond is gekomen. You didn't follow God's plan. Jij hebt Gods plan niet gevolgd. You blamed the pastor. Jij gaat nu de voorganger de schuld geven. The pastor tried to advise you. Nee, de voorganger heeft jou geprobeerd te adviseren. You tell the pastor you are in love. En jij zegt tegen de voorganger, ja, maar ik ben zo verliefd. You know better, right? Jij weet het toch beter? That's why it worked. Daarom heeft het gewerkt. Ja. I think then they will make a story. I think in this church they are just forcing people to marry and they marry too fast. Come into my world. Let me tell you that I'm too spiritual to let fools get together. En dan maken ze er ook nog een verhaal van, ja, deze kerk, ja, ze trouwen mensen veel te vroeg. Hey, kom in mijn wereld. Then the people will lie. And en dan gaan de mensen nog liegen ook. Church people easily believe. En mensen in de kerk geloven dat soort nonsens. Why do you believe easily? Waarom geloof je zo makkelijk? Somebody sitting in church. Iemand die in de kerk what zit. What is he saying? More than the pastor that talked to you. Meer dan de voorganger die gewoon met jou praat. Today I don't even know where I went there. I just went there because I'm teaching plan. Vandaag ik weet next niet eens waar ik naartoe ben gegaan. De volgende keer als je bepaalde dingen niet before begrijpt. Before you call the pastor, thinking you are wise. Voordat je de voorganger belt om te denken dat je wijs bent. Because sometimes that is how people bring plagues on themselves. Want dat is hoe soms mensen plagen op zichzelf afroepen. Hè? You're giving the pastor advice. Jij geeft de voorganger nu advies. You advise yourself. Begin jezelf eerst te adviseren, ja? And these are the things that I wonder. En dit zijn de dingen waar ik me van afvraag. Do you really know where the pastor lived before he came to tell two people, I will marry you people? There were even a wedding. There was another wedding here in this church. I went to my room. I said, Lord, I will not touch them. Let the team scatter. The two of them fought within that period. Everybody went their own way because I was tired. One of the things I was tired is the blame that many people blamed me. En ik was moe van al die mensen die alle schuld gaven van dingen. Ik moest zelfs mijn vader ervoor bellen in Bogotanga. Ik zei, papa, there is a case here. Er is hier een geval. Maar ik wil ze niet huwen. I don't. Ik wil ze niet trouwen. I know they are in the church where I am, but I don't want to marry them. Ik weet dat ze zijn in de kerk waar ik ben, maar ik wil hun niet trouwen. He said, let's pray. Hij zegt, laten we bidden. He said, why? So I said something is wrong. Ik zeg, want er is iets mis. But the part that I did not say, maar het deel wat ik niet is vertelde, the many people that accused me and lied about me. Was al die mensen die me hadden beschuldigd en over me hadden gelogen. They don't even know the truth. En dat ze niet eens de waarheid wisten. Some of them will call me on the phone. Sommigen belden me. One day, en op een dag I will give you my shoe to wear. Zal ik je een keer mijn schoen geven om te dragen. You don't follow his plan. Jij volgt zijn plan niet. And you blame somebody en dan for geef failing. Je iemand de schuld voor falen. It's a sign you are very irresponsible. Dat is dus een teken dat jij zelf heel onverantwoordelijk bent. You have become Adam. En dan ben je nu net als Adam geworden. Want Adam faalde. And blame en the die wife. Gaf het zijn vrouw de schuld. Before you even blame the wife, voordat hij zijn God, the woman you gave to me. Vrouw de schuld gaf as hij God, God de schuld. Was the one having sex with Eve.
Van ja, de vrouw die hem hebt gegeven, alsof God degene was die seks had met Eva. When you people were having sex, it was cool. Want toen jullie allemaal seks hadden, was het allemaal prima, hè? When the fight come, maar the pastor is evil. Komt de ruzie en in één keer is het de voorganger die het gedaan heeft. Yeah, pastor, make us marry. Ja, want pastor heeft ervoor gezorgd dat wij gingen trouwen. But when you are having sex, maar... honey, I love you. A show. You enjoy yourself there. Then now all of a sudden, maar... problem came. It was pastor. We were not ready, but you were ready to have sex. Nee, maar jullie hadden seks. Toen was er geen probleem. Maar nu komt er een probleem. Ja, maar toen wilde je wel allemaal. And you could not just have common sense. En je kon niet eens je bolle verstand gebruiken om ze te vragen. The two of you had sex. Maar toen jullie seks hadden. So what has pastor got to do with your sex life? Dus wat heeft de voorganger te maken met uw seksleven? Then you will pick the telephone. Nee, dan pak jij je telefoon. And call the pastor. En dan bel jij de voorganger. I knew this thing was premature. Ja, ik wist dat dit veel te snel allemaal is they gegaan. They were supposed to give them time. En, but it was not premature when they had sex. Nee, maar het was niet vroegtijdig toen ze seks hadden, hè? Repent if you always act like that. Begin je te bekeren als je altijd zo gedraagt. Dat is een teken dat je gebrek hebt aan wijsheid. It's a sign. Het is een teken. You don't have understanding. Dat je geen enkel inzicht hebt. When they had sex, it was good. Want toen ze seks hadden, was het goed. When they say yes, I do, it was good. Toen ze zeiden ja, ik wil, was het wel goed. When problem came, you blame the pastor. Maar nu komen de problemen en nu geef jij de voorganger de schuld. You could not ask. En je kon jezelf niet afvragen. Was this God's plan? Was dit wel Gods were plan dan? They following God's plan? Waren zij Gods plan wel or aan het volgen? Were just lustful? Of waren ze gewoon lustig? It permits you to make proper decisions. Het staat u toe om de juiste beslissingen te kunnen maken. Even when you meet somebody in life. Zelfs als u iemand ontmoet in dit leven. Plan towards it. Het plannen dan naartoe. I did not say go marry the rich guy. Ik heb niet because gezegd when I marry my wife, I had nothing. Dat je per se met een rijke man moet trouwen. Want toen ik met mijn vrouw trouwde, had ik helemaal niets. Nothing. Ik had helemaal niets. She loved me. Ze hield but van she me. Could see somebody with purpose. Maar ze kon iemand zien die een doel had. I was doing three cleaning jobs. Ik had drie schoonmaakbanen. When I married her, toen ik met haar trouwde. As an international student. En dat was als internationaal student. This country did not give me my verb life for many years. En dit land heeft me jarenlang geen steen gegeven. As an international student. Als internationaal student. She knows I was very hardworking. Ze wist dat ik echt heel hardwerkend was. Every middle of the night I would leave the house. I would go clean cafes in the night. En dat ik midden in de nacht gewoon mijn huis verliet om 's nachts cafés te gaan schoonmaken. Because as a student. Want als student zijnde. You must go to school in the day. Moet je overdag naar school. So I had to do night work. Dus toen moest ik nachtwerk doen. To survive. Om te kunnen overleven. Then she asked me a question. En toen stelde ze me de vraag. Where is your verb life? Waar is uw resident permit? I said, I don't have. Ik zeg, dat heb ik niet. She said, what? Toen zei ze, nou. I said, I don't know. Ik weet het niet. She said, since you came here. En zeg, maar sinds dat u hier bent I gekomen. Said, yes. She said, can I see your passport? Mag ik uw paspoort zien? Trust me, we were just friends. Vertrouw me, we waren toen nog maar vrienden. I showed her my passport. Ik liet haar mijn paspoort she zien. Got angry. Ze werd she boos. Sued IND. Ze heeft de IND voor het gerecht gesleept. Straight to court. Ze heeft ze voor het recht gesleept. She said, no. Ze zei nee. This thing is wrong. Dit is verkeerd. She said, join me in Abeco Market. Ze zei, kom bij de Albert Cuyp mee. We went to meet a lawyer. We gingen daarna een advocaat. Then the lawyer said to me, en toen zei die advocaat tegen mij. Well, nou, you don't need to work more than 10 hours a week. Je kan niet meer dan 10 uur per week werken. Because they discover that you will get yourself in problem. Want als ze dat anders ontdekken, ga je in problemen raken. She looked at me. Ze keek naar me. So you don't need to work at all. Ze zei, je hoeft helemaal niet te werken. Je kan thuis blijven. During that time we are married. En gedurende die tijd waren we getrouwd. Stay home. Thuis blijven. I stayed home. Ik bleef thuis. We had a plan. We hadden een plan. Then God came to me. En toen kwam God naar mij toe. God came to me. Kwam naar mij toe. And told me what to say in court. En vertelde mij wat ik in de rechtbank moest vertellen. The lawyer. De advocaat. We went there. We gingen daar naartoe. For student papers. Voor studentenpapieren. Student verblijf. Student verblijf. But when we appeared. Maar toen we kwamen. They said,
Can you say something about your client? Zei hij, kunt u iets zeggen over de cliënt? Before he opened his mouth, say, wait. Voordat hij zijn mond opende, zei ik, wacht eens even. Let me defend myself. Laat me mezelf verdedigen. He got angry. Hij werd zo boos. We came outside the court. We kwamen buiten bij de rechtbank. Say, why did you say all en zei, that? Waarom heb je al deze dingen gezegd? Why? Waarom? But while I was saying, maar terwijl ik het zei, the judge was a lady. En de rechter was een dame. She turned red. Ze werd helemaal rood. She said all these years. Zei al deze jaren. Little did I know that according to the International Court of Law, that is a crime against the government. En ik wist niet eens dat volgens de internationale wetgeving dat het gewoon een misdaad was tegen het rechtshof. So God even know the law dus more than the lawyer. God kent zelfs de wet beter dan de advocaat zelf. They gave me 5 years stay. Ze gaven me een 5-jarige verblijfsvergunning. No more student paper change. En geen enkel student verblijft within meer. Year, maar binnen een jaar, binnen een paar maanden, hebben ze me zelfs gebeld om een paspoort te nemen. En normaal heb je daar je financiën voor nodig. Ze had er geen bewijs voor we nodig. Met a lady. We kwamen een degen dame tegen. When we're going to apply for the passport. Toen we voor the die lady said, paspoort gingen en die dame zei, this thing takes 6 months. Dit but duurt 6 maanden. How many months will you like to receive your passport? Maar binnen I said, make maanden? It shorter, 3 months. Ik zeg, maak het korter. That is how I received passport. Dat is hoe ik mijn paspoort it was not kreeg. Paper. Het was geen papier. It was because there was a woman. Het was omdat er een vrouw was that understood something. Die iets begreep. Then God en God gave his plan. Gaf nu zijn plan. I followed it. Ik volgde die they op. Gave me passport. En ze gaf me mijn paspoort. Tot de dag van vandaag is het nog steeds een mysterie. Follow his plan. Volg zijn plan. You will succeed. Dan zult u succesvol zijn. Not your plan. Niet uw eigen plan. Not your plan. Niet uw eigen plan. Look at your neighbor, say not your plan. Kijk naar uw buurman, zeg niet uw eigen plan. It helps you to make proper decisions. Het helpt u om de juiste beslissingen te kunnen maken. It also establishes priorities. Het bevestigt ook prioriteiten. Have you seen these people that just get up in the morning? Heb je wel eens mensen gezien die 's ochtends opstaan? They just get up. En zo opstaan. They don't have no priority. Ze hebben geen enkele prioriteit. They just open their fridge, they eat. Ze openen hun koelkast en beginnen te eten. Then they say, I think, let me just go to the market. En zeggen, ah, laat me vandaag maar eens eventjes naar de markt then, gaan. They just say, okay. En dan zeggen ze, oké. Let me just call this person. Laat me deze persoon even bellen. He tell me already that you are a failure. Dat in vertelt me al dat je mislukking bent. Katso Coco Madias. You have already failed. Dan heb je al gefaald. That is a sign of a loser. Dat is dus een teken al van een verliezer. You get up in the morning. Je staat 's ochtends op. Because you don't have a plan. You don't even have a to-do list. En je hebt niet eens een to-do lijstje. What you want to accomplish. Wat je wil bereiken. For today. Voor de dag. As a priority. Als prioriteit. What are the things that you set as a priority? Wat zijn de dingen die jij als prioriteit hebt gesteld? Thank God for your 3 hours prayers. And then what? Dank God voor je 3 uren lange gebeden, maar dan wat? Daarna? And then what? En wat daarna? After 3 hours, God has strengthened you, empower you, give you insight. And then what? Na 3 uur dat God u bekrachtigd heeft en inzicht heeft gegeven, wat daarna dan? And then what? En dan wat? And because you don't have priority, you keep giving excuses why you were supposed to do this and you didn't do, and why you were supposed to do that and you didn't do. You keep giving excuses your whole life. It's a sign you will never accomplish anything. En als je dus geen prioriteiten stelt, dan zul je ook niet aan de dingen toekomen waar je aan toe hoort te komen. En dat is dus een teken dat je helemaal niets hebt bereikt. Let me give you a good example in the Laat me u een goed voorbeeld geven vanuit de Bijbel. How many of you know the rich fool? Hoeveel van u kent het verhaal van de rijke dwaas? We are going there. Luke 12. Lucas 12. You people are quiet today. It's good. Ze zijn stil vandaag, maar dat is goed. Yeah, he's my man. Hi, he's my man. And then what? He's my husband. He's my husband. En dan wat? Look at this woman. Kijk naar deze vrouw. She married a prophet. Ze is getrouwd met een profeet. She did not even know she was a businesswoman. Ze wist niet eens. Ze was een zakenvrouw. She didn't. Ze wist het niet. Verse 16, please. Verse 16. Remember, I'm giving you importance of purpose and planning. Watch this. En ik geef u hier het belang van doel en planning.
And he speak a parable unto them. You know, I love Jesus. En ik hou van Jezus. Sometimes when you want to expose your foolishness. Soms wanneer hij je dwaasheid wil blootleggen. Some small parable to get you thinking. Geeft hij een kleine gelijkenis om je aan het denken te zetten. Listen to me. Luister naar mij. Young people, I know you are young. Jonge mensen, ik weet dat jullie jong zijn. Don't mix, don't follow any other youth. Ga niet. That doesn't have a plan. It's just a sign you are planning to fail with a person. Ga nooit een jong persoon volgen die geen plan heeft, want anders is dat al een teken dat Monday, je zult falen met die you persoon. Have to go to school. Of een dag moet je naar school toe. She is calling you. Or he is calling you. En hij of zij belt je. Don't you know we have school? Hij zegt, weet je niet dat we naar school moeten? And when the youth is still calling you, don't you have homework? En wanneer die jonge persoon je nog steeds belt, heb jij geen they huiswerk te doen? They will not like you. They will be thinking you are self-righteous. Dan zullen ze denken dat je zelfrechtvaardig is, maar de waarheid is. 5-10 years from now, you will see them still acting like fools, and you are succeeding. 5 tot 10 jaar en zij zullen zich nog als dwazen gedragen. Jij bent degene die al gewoon is geslaagd. See, I don't want to talk to blessing because every time I call blessing must tell me I have to do my homework, I have my schoolwork. It's because blessing have a plan. Do you have one? Ja, en ik wil niet met Blessing praten, want iedere keer als you ik really haar bel, dan vraagt ze naar mijn schoolwerk. By the way, when you were calling Blessing, were you calling to gossip or what? Maar belde jij dan om te roddelen of zo? I did not say don't chat with your friend. Ik zeg niet dat je niet kunt kletsen met je vrienden. That's not what I'm saying. Dat is niet wat ik niet zeg. But you understand what I'm talking. Some of them don't even like school. Maar sommige van ze houden niet eens van school. And you like school. En jij houdt wel van school. So where are you going with them? Dus waar ga je met hun naartoe dan? Where? Waar? You are a married woman. Je bent een getrouwde vrouw. A steward in your house. Een manager in je huis. You don't even have a plan for your home. Je hebt niet eens een plan voor bij jou thuis. And you don't know that planning helps your husband to succeed. En je weet niet dat die planning juist helpt je echtgenoot succesvol te zijn. Well, another day. Let me not touch ja, een andere dag. Maar laat me niet bepaalde dingen 16. Hier bespreken. 16. And he spake a parable unto them. You people are very shouting this afternoon. Jullie zijn heel erg schreeuwerig deze middag. The ground of a certain rich man brought forth plentifully. A certain rich man, a rich fool. Rijke dwaas, ja. Verse 17. Either you, even if you don't love me. En als je niet van me houdt. I love myself. Ik hou van mezelf. One day you will thank me for this truth. Op een dag zul je me danken voor deze waarheid. Do you know this is what people have sometimes business seminar? They lie to people. Weet je wat? Dit is wat sommige mensen krijgen tijdens een business seminar, maar daar liegen ze zelf tegen. Seminar. En ze noemen het een zakelijk seminar. Write 2 to 3 points. Ja, schrijf 2-3 punten op. And make sure. En zorg ervoor. Then they look at you, you're a Christian. En dan kijken ze naar je, jij bent een christen. Telling them about Jesus. En jij vertelt ze over Jezus. And he thought within himself saying, what shall I do because I have no room where to bestow my fruits, foolish man. Dwaze man. Foolish man. Doing business without making plans. Hij doet zaken zonder te plannen. Because you are gathering some small money, you don't still have enough plans. Omdat je een beetje kleingeld hebt, maar nog steeds heb je niet eens plannen. Foolish man. Dwaas man. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater. And there I will bestow all my fruits and my goods. Why? Waarom? He didn't plan for this. He had to do something at the moment. Hij had daar niet voor gepland, maar hij moest iets op dat moment doen. Do you get it? Begrijpt u dit? So whether you don't plan, situations will come. You still need to decide. Dus, of u niet plant, er komen nog steeds bepaalde situaties aan waar u nog steeds een beslissing gaat moeten maken. Look at it. Kijk ernaar. And I will say to myself, so, that was much good laid up for many years. Ojo, ojo. Take thine ease, eat, drink, and be merry. And verse 20. But God said, that fool, this night is over. Do you know why? There is a penalty for not planning.
Want er is een straf voor het feit dat je niet plant. When you don't plan, als je niet plant, there is a penalty for it. Zit daar. Somebody say, een straf legt op. I don't believe that. Ja, maar pastor, dat geloof ik niet. Oké. Okay. How many of you remember the talents? Hoeveel van u kennen het verhaal nog van de talenten? I'm coming there. Let me not push it. Kom maar aan, laat me niet vooruit spoelen. When you have a plan, wanneer je een plan hebt, that came from God, wat van God afkomt, make sure that nobody steps in. Zorg ervoor dat niemand ertussen komt dan. Anything that would distract you from doing that is helping you to fail. Alles push it away. Wat je daarvan afleidt, helpt je om te falen. Dus vermijd het, haal het weg. It permits you to act rather than react. What am I saying? En het zorgt ervoor dat u handelt in plaats van reageren. Wat wil ik daarmee zeggen? When you see somebody that plans, wanneer je iemand ziet die heeft gepland, they are always acting in the direction of the plan. Dan handelen ze altijd in de richting van dat plan. When you see somebody that have not planned, maar wanneer je iemand ziet die niet heeft gepland, they always react, dan reageren ze altijd everything that come their way. Op alles wat er op hun weg komt. For example, bijvoorbeeld, corona. Coro. I bring coro up today because that is what the world is dealing with now. They call it corona. They would have called it Corolla Carina. Instead of just... En ik heb het over corona, omdat dat nu is waar de wereld mee te maken zeg maar heeft. Maar zou dat ook Corolla Carina kunnen noemen, hoor. Maar papa zei de Omicron warfare. Well, anyways. Maar papa heeft het over de Omicron oorlogsvoering. Watch this. When corona came, toen corona kwam, the world was not ready. Was de wereld er niet klaar voor. They start to react. Ze begonnen nu te reageren. Face mask, 2,5. They would have just said 13,5. Met mondkapjes en 1,5 meter afstand. Then, en toen, they shifted from there. Schoven ze daarvan stay af. Home. Ja, nu moest je thuis blijven. Not more than 4 people in the house. En dan mag je niet meer dan 4 mensen thuis uitnodigen. You have to remove one. Dus als je 5 kinderen hebt, nou, dan moet je er eentje verwijderen. Then, they got confused. En nu werden ze verward. Everywhere. Nou, en nu moesten ze alles, gingen ze op they slot doen. All the stores. Alles ging op slot, alle winkels. They didn't know what to do. Ze wisten niet meer wat they ze moesten reacting. Doen. Ze reageerden. They closed red light district. Ze hebben de rode buurt gesloten. They open it. Then they put another rule, 1,5. So, how does that work in red light? We don't know. En hoe gaat die 1,5 meter afstand werken in de rosse buurt dan? Are you ik weet het niet hoor, begrijpt u? Then we move from vaccine 1. En dan gaan we van vaccinatie 1. To vaccine 2. Naar vaccinatie 2. Vaccine 3. Vaccinatie 3. All the things that are going on. Al die dingen die hier gaan they zijn. They are reacting because reageren, they never planned for this. Omdat ze nooit hiervoor gepland hadden. They never. Dat hadden ze nooit gedaan. But you as a child of God, maar u als kind van God. God, told you something. God heeft u iets gezegd. You need wisdom. U heeft wijsheid you nodig. Need his wisdom in this season. U heeft zijn wijsheid nodig in dit seizoen. And it's all in the Bible. En het staat allemaal in de Bijbel. So everybody's reacting. Dus iedereen reageert. I used to, one day even I was in the store. Op een dag was ik zelfs in de winkel. A lady got angry with me. En een dame werd zo boos op mij. Say, you are too close, you are too close, you are too close. Je komt er dichtbij, je komt er dichtbij hoor. I said, me and you, who will drive out corona? Ik zeg, tussen u en mij, wie gaat er die corona uitdrijven? She was reacting. Maar ze reageerde. You are too close. Je bent er dichtbij. Then I was also in the store. A little child. In de winkel en een klein kindje. This child, I think the child was not even 3. Dit kindje was niet eens 3 jaar oud. She was just there with the mother. Ze was daar met haar moeder. You know, children, they are just having fun. En kinderen hebben gewoon plezier. This lady got so angry. En die dame werd zo boos. I've prayed for my beauty. What? A little child. Een klein kindje. Because of corona foolishness. Vanwege die coronadwaasheid. How can you talk like that to a child? Hoe kan je zo tegen een kind praten? Then the man was saying, but don't you see it's a child? En die man zei toen, ja, maar zie je niet dat een kind is dan? She doesn't want to hear. Ja, maar dat wilde ze she niet horen. She screamed out loud. Ze begon zo hard if te schreeuwen. If it's your child, hold the child. Als don't let kind the child is, come close to me. Houd het kind vast, laat het kind niet dicht bij me komen. Hey! Such a sick, they call it disease, that
make people to resent one another. You cannot even visit your family. You, an elderly person that needs you, you have to drive your car and wave. All those are reactions because they don't have the solution. En het zijn allemaal reacties omdat ze de oplossing niet hebben. Elderly person will have a birthday. Een oudere persoon die is jarig. You cannot even go sit with them. En je kan niet eens met ze gaan zitten. You do like nee, this. Je moet gaan zwaaien op afstand. That's why some of them died. En daarom zijn sommigen van ze ook they gestorven. Didn't really die because it was a sickness. Ze zijn niet echt gestorven omdat de ziekte was. They were lonely. Ze waren gewoon eenzaam. They were lonely. Ze waren heel eenzaam. They become afraid. Ze werden bang. They could not even get close to the younger generation. Ze konden niet eens dicht bij de jongere generatie komen, want ze zeggen ze zijn reckless. They are the ones that don't care. Het zijn but how true is your story? Because young people also died. So how really? Maar hoe waar is je verhaal? Authentic is your story. En hoe authentiek is uw verhaal dan als er ook jongeren zijn gestorven? It's just what you believe. Maar het is waarin u gelooft. But this is the time. Maar dit is de tijd. That you employ God's plan. Dat we juist beroep moeten doen op Gods plan. You get into prayer. En dat je juist gaat bidden. You stand with scripture. En dat je juist gaat staan met no de Bijbel. Evil shall befall thee. Dat geen enkele kwaad. Any place come near your dwelling. Je tent zal naderen. You make sure that you only go to the places he sent you. En dan zorgt u er dus voor dat u alleen maar naar de plaatsen toe gaat waar hij u naartoe stuurt. You eat healthy. En dat je gezond eet. You allow the word of God to be your truth and the only truth. En dat je toestaat dat het woord van God je enige waarheid is. So without a plan, dus zonder een plan. You don't commit to nothing. Wijd je je nergens aan toe. You don't commit. Geef je je nergens aan toe. You cannot evaluate. Je kan niet evalueren dan. You are easily persuaded. Je bent dan heel makkelijk overgehaald. Have you seen these people that move there? Heb je wel eens today mensen they like this one. The next dan vindt de like ene die one. Leuk, de andere no, dag die leuk. No plan. Dat is omdat ze geen enkele planning hebben. God, planning. Want planning will change your desire zal uw verlangen veranderen to demonstration. Naar demonstratie toe. And your vision en uw visie to reality. Naar realiteit brengen. Planning will change your desire zal uw verlangen veranderen to demonstration. Naar demonstreren and toe. Your vision en uw visie into reality. Naar realiteit toe brengen. This is not what we get in church. Maar dit is niet wat wij ontvangen in de kerk. They will keep telling you, ze blijven je maar zeggen. Come under the power. Ja, kom onder de kracht. One day you need to see the man of God. Maar op een dag moet je met de man van God gaan zitten. Ask him a question. En hem de vraag stellen. How come you are so anointed? Hoe komt het dat u zo gezalfd bent? If he's honest, he will tell you. Als hij eerlijk is, zal hij het u vertellen. I have some disciplines I do ja, all ik the heb time. Bepaalde discipline waar ik aan doe, iedere keer weer. That is planning. En dat is ook planning. That is what? That is planning. 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 Will also help you to determine what needs to be done. Zal u ook laten beslissen wat er gedaan moet worden. And how to do it. En hoe dit aan te pakken. To fulfill God's purpose. Om Gods doel te kunnen vervullen. It helps you. Het helpt u. To determine. Om vast te kunnen stellen. What needs to be done. Wat er gedaan moet worden. You get up in the morning. Je staat 's ochtends op. You're on your phone the whole day. En je bent heel de dag zit je op je telefoon. Of je slaapt heel de dag. Do you have a plan? Heb je een plan? Where do you think you are going? Waar denk je dat het met je naartoe gaat dan? Don't you see you are a loser? Zie je dan niet dat je een loser bent zo? Go check top business people. They talk to you in terms of time. Ga maar praten met topzakenlui. Ze gaan altijd met je praten in termen van tijd. By the way, let me ask you a question. En trouwens, laat me je de vraag stellen. How many of you have jobs? Hoeveel van u hebben banen? Why do they pay you? Waarom betalen ze u? They pay you in terms of time. Ze betalen u in termen van tijd. Is that so? Waar of niet? So they have a plan. Dus ze hebben een plan. So can you imagine your boss gave you 8 hours, then he discovered you are not doing anything. What will he do? Dus kan je voorstellen, fire you. Ze gaan je toch ontslaan because als je niks time doet. Time is money. Want voor hun is tijd geld. They gave you 8 hours to accomplish a particular thing on that day. Ze geven je 8 uur lang om bepaald iets te bereiken binnen die dag. Your finance manager, let me talk about that one because I came from that. En de financiële manager, laat me daarover praten, want ik kom uit die wereld. To be honest. Om eerlijk te zijn.
Maybe he needs a report. Misschien heeft hij een verslag nodig. Then he discover it's taking you 1 month when the report was supposed to be delivered. Dan komt hij erachter dat het 1 maand lang ver. Because for him it's not the report. He has somebody to also report to. En voor hem gaat het niet om het verslag, maar hij moet ook rapport uitbrengen bij iemand. And they are also shareholders. En er zijn that ook maybe you are not dealing with, but they are putting pressure on him. Maar die leggen ook druk op hem. And if the report delay, he can lose his job, so he will fire you first. En als ze dat rapporteren, zal hij u eerst ontslagen anders. Because for the shareholders, want voor die aandeelhouders, your boss doesn't have a plan. Heeft uw baas geen plan in hun so ogen. That's why he gave you a certain time frame to finish a particular thing. Dus daarom is er een bepaald tijdsbestek voor nodig om iets te kunnen afronden. That is his plan. Want dat is zijn plan. Because he will not tell you, I am reporting to a higher authority. Want you don't need to know. Hij gaat niet vertellen aan u dat hij ook moet rapporteren aan een hogere autoriteit. Want dat hoor jij niet eens te weten. Even with your children at home. Zelfs met uw kinderen thuis. Learn to make planning for them. Leer om een planning voor ze te maken. Okay, when you come back from school, als je uit school komt. You have homework. Dan heb je huiswerk. This is what you're gonna do. Dit is wat jij gaat doen. This is what you're gonna do. Dat is wat jij before gaat doen. Before they watch television or stay on their phones. Televisie. Anders beginnen ze op zijn televisie te kijken. You are responsible. U bent dus verantwoordelijk. Whether they fail or succeed is in your hands. Of zij mislukken of slagen, dat ligt in uw handen. I prefer my child to say, Papa, you are hard. Ik and thank me later. Liever dat mijn kind zegt, papa, je bent streng en dat ze me er later voor juist danken. Than to let my child loose and regret later. Dan mijn kind gewoon erop los te laten en dat ik er later spijt van krijg. Because it's a child. Want het is een kind. They don't understand planning. Zij begrijpen niet wat planning inhoudt. But you see, maar ziet u, you have to train them like that. Je moet ze wel op die manier trainen. As they grow, want als ze opgroeien, they will do the same. Dan zullen zij ook hetzelfde doen. Don't just let them get up in the morning. Laat they ze don't niet even gewoon have choices opstaan in ze the house to do. Niet eens taken thuis te doen. They don't have no choice. Ze hebben niet eens een taak. No, trust me. Nee, vertrouw me maar. Express. I noticed my wife has made a schedule for the kids. En ik who zag clean what? Who has a day to clean this day? So what do I do? Express. I let some things on the table. Express. To see whether the person that was supposed to clean is going to pick it up. En ik laat dus dan, als mevrouw heeft bepaalde takenlijst gemaakt voor de kinderen, wie wat op welke dag doet. En ik laat dan expres dingen op tafel achter om te kijken wie wat op dat moment moet weghalen. Because before, want voorheen, every night, was elke avond, I would do it. Deed ik het. But she had made a plan. Maar zij heeft een plan gemaakt. So what are you tired? Dus of je nou moe bent, we are tapping you like this. We tikken je this gewoon one aan. Hey, ja, go downstairs. We gaan naar beneden. So sometimes they are going like this. Dus soms dan schuifelen ze dat doen, maar dat interesseert me niet. Ik train ze. Don't go emotional when you are training a child. Word niet emotioneel als je kind aan het trainen bent. Because tomorrow, want in de toekomst, you'll be happy zal jij blij how they zijn manage their own home. Hoe ze met hun eigen huis don't zullen let omgaan. Your son or your daughter go get married and be useless in marriage. Laat je zoon of dochter niet gewoon nutteloos worden als ze getrouwd zijn. They can't even boil rice. Ze kunnen niet eens rijst koken. They cannot even wash their underwear. Ze kunnen niet eens hun eigen ondergoed wassen. You don't even train them. Je traint ze niet eens. To use the washing machine. Om de wasmachine te kunnen gebruiken. You don't train them to wash their own clothes. Je traint ze niet eens om hun eigen kleren te kunnen wassen. You cannot plan okay Saturday. Je kan niet plannen okay Saturday. I know you are working. Ik weet dat je werkt. I know you are going to school. Ik weet dat je naar school gaat. We're gonna plan something. Maar we gaan iets plannen. Every Saturday, this elke zaterdag you don't op deze need to wash tijd my clothes. Hoef je niet take mijn your kleren own dress and wash it. Pak je eigen kleren en ga je eigen kleren you are wassen. Training that child. You are planning something. Daar plan je iets mee. But we don't even do it. Maar dat doen we al niet eens. So are you helping them to fail? Dus helpen let ze dan you te falen. Academics is not everything. Want scholing houdt niet alles in, hè? Is niet alles. Nee, helemaal. Academics. Scholing. It's not everything. Is niet alles. My elder sister. Mijn oudere zuster. Which I have already apologized. Waar ik al mijn excuses heb. I insulted her. Ik heb haar zo beledigd. She was trying to teach me how to cook. Ze probeerde me te leren hoe te koken. Then I looked at her. En toen keek ik naar haar. I said for what? Ik zei voor wat? Because in our home. Want bij ons thuis. Women do all those kind of doen things. De vrouwen al die dingen. I said for what? Ik zei voor wat? I said, please. Alsjeblieft. I don't have time for this nonsense. Ik heb hier geen tijd voor deze onzin. Good.
goed. I show up in Europe. Ik kwam in Europa aan. Europe is not Africa. Maar Europa is geen Afrika. Where you can just sneak to somebody's house and say, ik heb honger. No, in Europe. Nee, in Europa. Echt, je gaat niet eten, helemaal niks. I pray that she's listening to me. Ik bid she's dat ze me nu luistert, want ze woont in Amerika. Watch this. Kijk dit. So I remember to cook. Dus okra soup and tomatoes by force. Okra soup. I made mistakes because I didn't learn good. I learned it by force. Maar then ik heb het moeten leren. En toen kwam ik in Europa. The mother. En taught me how to make bami and nasi. Had me geleerd hoe bami en nasi te maken. I started to learn to cook. En toen heb ik leren koken. Ik begon te leren koken. I said no. Ik zei nee. I want to pass this to my children. Ik wil dit gewoon ook echt kunnen overgeven aan mijn kinderen. What a nonsense. Wat een onzin. Ik begon mijn eigen methodes te krijgen van koken. I start to do my own gymnastics. Ik begon mijn eigen gymnastiek te doen. Recept. Ik heb mijn eigen recepten nu. En ze zijn hartstikke lekker. Plan. You are loving. But you see, this plan, is the lacht. Problem with believers. Maar dit is het probleem met de gelovigen. This is always that we have Jesus. That Jesus. Je hebt Jezus. Then you say, Jesus help me. En dan zeg je, Jezus help me. That's why sometimes worldly people laugh at you. En daarom lachen soms wereldse mensen u uit. They think going to church just makes you foolish. Want ze denken dat naar de kerk gaan dat je het dwaas maakt. They don't see the wisdom of God being displayed. En ze zien niet de wijsheid van God betoond worden. Then one day they will really ask you a question. En dan vraag je op dat echt. Is the only thing he tells you is he falling under the power. So don't you have brains? En de enige wat die voorganger van je vertelt is om onder de kracht te vallen. Heeft hij geen hersens dan of zo? Look at this. Well, my time is finished. Maar mijn tijd is voorbij. Say planning. Zeg planning. Say planning. Zeg planning. So it helps you to determine what needs to be done. Dus dit helpt u te beslissen maybe wat er gedaan moet worden. Parents. Misschien moet ik stoppen bij de ouders. Next week I'll be telling you it makes you accountable. Volgende week zal ik het u vertellen dat het watch u rekenschap laat afleggen. Parents. Ouders. Don't let your children loose. Laat je kinderen niet los. I know you are busy. Ik weet dat jullie het allemaal druk hebben. Make a daily schedule for them. Maar zorg dat u een dagelijks schema voor ze hebt. And also give them choices to do in the house. En geef ze ook taken om thuis te doen. Don't spoil them. Verwend ze niet. Because you are destroying their home. Want daarmee vernietig je je huis. You are destroying their future. Je vernietigt hun toekomst. You may be thinking what you are doing now is good. Je mag misschien denken dat wat je nu doet but goed is. Destroying a generation. Maar daarmee vernietig je een hele generatie. Teach them and tell them the importance. En vertel ze ook wat het belang is. Of what they do. Van wat ze they doen. They want to sleep. Ze willen slapen. It's a big girl. Ja, het is een grote meid. 13 years. 13 jaar oud. Ask them. Vraag ze. Did you put your dress aside? Heb je je kleren al klaargelegd? Did you already know what to wear the next day? Weet je wat je morgen al gaat aantrekken? Don't be too tired to talk to your child. Wees niet te moe om met je kind in gesprek te gaan. Don't be. Doe dat niet. I don't know why you are not tired to go to the office, but you are too tired to talk to your child. Ik weet niet waarom je niet te moe bent om naar je kantoor te gaan, maar wel gewoon te moe met je eigen kind in gesprek te gaan. You are not tired to come to church, but you are too tired. To talk to your child. Je bent niet te moe om naar de kerk te komen, maar je bent wel te moe om met je eigen kind een gesprek aan te gaan. Make time for them. Maak tijd voor ze. Get involved in their school. Raak betrokken bij hun schoolwerk. Get to know what are they doing. Zorg dat je te weten komt wat ze ook doen. Also check whether they have homework. Kijk ook of ze huiswerk hebben. Check whether they are updated when it comes to their homework. Of ze wel gewoon geüpdate zijn als het aankomt op hun huiswerk maken. It's important. Want dat is belangrijk. Sometimes. Soms. Take their telephone away. Pak hun telefoon af. Period. Klaar. When they want to talk to you about the phone, tell them buy one. Als ze met je willen praten over een telefoon, zeg dan tegen ze koop er één. Take it away. Haal het weg. So that they can focus on their schoolwork. Zodat ze zich kunnen focussen op hun schoolwerk.
You are training them to reign. Je traint ze om te kunnen regeren. When you do that every day, they'll be used to it. En wanneer je dat elke dag met ze doet, gaan ze eraan gewend when raken. When you just show up in their room, they say, mama, we know why you're here. Just take the phone. I'm about to do my homework. It will no more be a fight anymore. En ja, ze weten het al van je. Dus dan komen ze vanzelf naar je toe. Ja, papa, neem mijn telefoon maar. Want dan gaat het niet meer een eigen gevecht zijn. Je bent een zakenman. Not the kind of people you don't want to put in your agenda for the day. Weet wat voor soort mensen do je niet die agenda. Business with purpose. Daar wil zetten op de dag. Doe doelbewust zaken. Understand that every 1 minute you spend is money. Begrijp dat elke minuut die je spendeert geld is. Do business. Okay, today. Doe zaken en denk ook vandaag. What is my target? Wat is mijn doel vandaag? If that target is not done. Als dat doel niet behaald is, don't spend your time with foolish people. Moet je geen tijd besteden aan dwaze dingen. You are a pastor. Je bent een voorganger. Avoid the people that are too familiar with you that don't respect your time. Vermijd die mensen die te familiair met je zijn, die jouw tijd niet respecteren. They will help you. Ze zullen je anders helpen. To cause others to perish. Om ervoor te zorgen dat anderen ten onder gaan. You must have a goal. Je moet dus doelbewust zijn. What do I do? Wat doe ik? I'm a night person. Ik ben een nachtelijk persoon. I'm up 1 a.m. Ik ben om 1 uur 's nachts op. I'll be from 1 a.m. En ik zal vanaf 1 uur 's nachts till early morning glory. Tot in de early morning glory ben ik op. Be up. But I'm already up in my office. Maar ik ben al op in mijn kantoor. Praying. Biddende. Reading my word. En mijn woord lezende. Doing what I have to do. En te doen wat ik moet doen. So all night, dus de hele nacht door I am busy. Ben ik bezig. So that in the morning, zodat in de ochtend, when somebody is calling me, I'm not complaining. Als iemand mij dan belt, dat ik dan niet klaar. I have already covered 8 hours. Dus dan heb ik al 8 uur in de ochtend gedekt. 8 hours. 8 uur. I'm not lazy. You. Join ben my club. Lui, hè? Je mag this bij me. This man that you see work very hard. Want deze hier die je ziet werkt heel hard. You want to be a pastor? Wil je voorganger zijn? Join me. Nou, doe met me mee. That's my wife, she will dat is mijn vrouw, zij kan het je zeggen. She will tell you zij when kan je vertellen wanneer ik s'nachts wakker word. Om 1 uur s'nachts. En dan ben ik aan het studeren. I am praying. Dan ben ik aan het bidden. I am making notes. En dan maak ik notities. What I am teaching you now wat ik u nu leer was, made somewhere was ergens in, the beginning of the year. In het begin van het jaar but the whole of last year, nee, van vorig jaar. Already had the program. En ik had toen al mijn programma so gemaakt. I am not trained dus ik hoef niet meer moeilijk te doen to do this. Om dit te kunnen doen. Instead, every time, in plaats van elke I'm keer looking at what is next. Kijk ik naar wat er als volgt what is. Next. Wat er als volgt so is. I'm not struggling to come and teach. Dus ik worstel er niet om te kunnen already have a plan. Ik heb namelijk al een plan. Except God changes it. Tenzij God dit verandert. But this is his plan. Maar dit is zijn plan. So you say, Pastor, she knows. En zij weet het. I can take 2 minutes to look at my notes. Ik kan 2 minuten nemen om naar mijn notities te kijken. Soms zijn we boven. 2 minuten. You asked me, didn't you read at home? No. En u vraagt me, heeft u thuis dan niet gelezen? Nee. I read other things. Ik lees andere dingen. Why? Waarom? I have a plan. Omdat ik een plan heb. And this notes en deze notities is already in my spirit. Zit al in mijn geest. You don't succeed occasionally. En u kan niet soms maar gewoon per gelegenheid succesvol zijn. Zo werkt het niet. It is not an accident. Het is it niet is per not ongeluk. Coincidence. It is a purposeful act of thought. You purposefully choose. This is what I want to do. En het is een opzettelijke voorbedachte handelwijze van dit is wat ik ga doen. Yes, you have prayed in the morning. Ja, u heeft 's ochtends gebeden. U bent een student. The next thing. En het volgende. Plan about your homework. Volgende is dat je moet gaan plannen over je huiswerk. School is starting 10 o'clock. De school begint om 10 uur. Prepare before you go to class. Bereid je voordat je de les inkomt. I did not say don't fellowship. Ik heb niet gezegd dat je geen gesprekken kan voeren. For 2 hours. Maar al dat geklets 2 uur lang. Where is that taking you waar to? Gaat het je naartoe brengen? Sometimes I don't know what two people spoke for 2 hours. Soms weet ik niet eens wat je 2 uur lang hebt zitten kletsen. How constructive was the conversation? En hoe constructief dat gesprek is geweest. And you think people just succeed? En u denkt dat mensen gewoon zomaar, nou ja, slagen. No. Nee. No. Nee. No. Nee. No. Nee. It's a lie. Het is een leugen.
When you see somebody having a big church, als je iemand een grote kerk ziet hebben, it didn't just happen. Dan is dat niet zomaar gebeurd. At some point, op een bepaald people punt were gathering because of miracles. Kwamen de mensen samen omdat er wonderen waren. But for that church to be established, maar voor die kerk om bevestigd te worden, it must have a plan. Moest het wel eerst een plan hebben gehad. The people will leave. Anders zouden de mensen weggaan. They will leave. Dan zouden ze weggaan. Without a plan, they will leave. Zonder een plan zouden because ze weggaan. At some point, want op een bepaald punt they want to start to have constructive studies. Willen ze ook constructieve studies hebben? Studies in series. Studies in series. So you begin to inject things dus in them to build them. Dingen in ze te injecteren om ze te kunnen opbouwen. They don't want to come on Monday. En ze willen niet op maandag komen. Our topic today is toothpaste. Ja, ons onderwerp van vandaag is tandpasta. Tuesday. En op de dinsdag is not toothpaste is anymore. Geen tandpasta meer. It is now toothbrush. Nee, nu gaat het om de tandenborstel. Then the next day, en de volgende dag nasi. Is het nasi. How are you helping them to develop? Maar hoe help je ze daarmee te ontwikkelen? You are not even constructive. U bent dan dus niet constructief in, the things you do. In de dingen die u doet. No. Nee. They're in church. Ze zitten in de kerk. To learn. Om te leren. To grow. Om te groeien. So that they can pass it on. Zodat ze dit kunnen overgeven. A great teacher. Een geweldige leraar. Teaches in series. Onderwijst in series. You take like 6 weeks. U neemt ongeveer 6 weken lang. You massage things in the spirit of the people. Dingen te masseren in de geest van die mensen. What are you doing? Wat doe je daarmee? You are making them masters. Dan maak je ze meesters. Of a particular subject. Van een bepaald onderwerp. So that when the devil shows. Zodat als de duivel dan komt. In that area. Op dat gebied. They will know what to do. Dat ze weten wat ze moeten doen. Are you getting this? Begrijpt u dit? And that's why the Bible says study. En daarom zegt de Bijbel, studeer. Pastors must study. Want voorgangers moeten studeren. Don't be lazy. Wees niet study. Bestudeer. Study. Studeer. The people did not come to church to hear your entertainment. Mensen zijn niet naar de kerk gekomen om jou, naar jouw vermaak te luisteren. Give them the word. Geef ze het woord. Give them the. Geef ze het woord. Look at your neighbor. Kijk naar je buurman. Say plan. Zeg plan. Say this year. Dit jaar. I'm a planner. Ben ik een planner. Say I'm a planner. Ik ben een planner. Say I am a planner. Ik ben een planner. Say from this day. Vanaf deze dag. I'll be living with a plan. Zal ik leven met een plan. In the name of Jesus. In de naam van Jezus.